terug naar mijn missie een drie-gangen-menu bereiden op zonnekracht. Op de auto van Pierre en met een zonnebarbecue duurde het net even te lang, maar Joost heeft voor mij een uitvinding die de uitkomst biedt. Hallo. Hallo. Ik zoek Joost. Dat ben ik. Hi. Goeiedag. Klaas, aangenaam. Aangenaam. Dit is Joost van de Wende. Samen met zijn werkgroep WOT bedenkt hij creatieve technologische oplossingen voor problemen in ontwikkelingslanden, zoals deze paraboolkoker. Dit apparaat vangt het licht van de zon, zodat het heet genoeg wordt om mee te koken. De parabool wordt ingezet in Afrika, waar mensen helemaal geen gas of elektriciteit hebben. En zo kunnen ze dus toch koken. Het licht dat hier op de schijnende, op de reflecterende binnenkant valt, ja? Kaatst al het licht keurig richting het center van de schotel. Het gaat allemaal naar het midden toe? Ja. En hier kan je echt mee koken, denk je? Hier kun je echt mee koken, zeker weten. Nou, dat wil ik meemaken. Eerst maar eens even stellen. Is goed. Pan op de zon. Wow. Wordt warm, hè? Nou ja. Zo, Klaas. Hoe gaat het? Hey. Het drie gangen menu dat ik ga koken moet wel wat voorstellen, zie ik. Want het wordt beoordeeld door een echte kenner. Joël Broekhart test restaurants voor zijn werk. Voor een landelijke krant. Hij weet dus precies wat lekker eten is. Joël. Ja? Het is een beetje warm hier in de zon. Het is heerlijk. Ja, ik vind het een goed idee als ik je even daar neerzet. Dan kan je even lekker in de schaduw. Hè? Want ik vind mijn gasten moeten ook gewoon op hun gemakje kunnen zitten. Zodat ze fris en fruitig aan de maaltijd beginnen. Je wil niet dat ik zie wat je doet. Was het zo overduidelijk? Oké, jammer dit. Kijk. Oh, prachtig. Oh, wat heerlijk. Met een parapluutje. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, wel even de jury inpalmen natuurlijk. Voorgerecht. Ik begin even makkelijk. Gewoon een zakje. Opwarmen en klaar. Zo. Even bijstellen. Ja, een beetje groente snijden om het vers te laten lijken. Dit ziet er best oké uit. Ik denk wel dat die proef uit een pakje komt. Ik hanteer nu de tip die Pierre mij gaf. Heel dun snijden. Want als je het lekker dun snijdt, is het sneller klaar. Kom, ga steken een stekje. Ja. Is dat de dessertlepel? Nee, het is voor de soep, voor het vorige. Dan hoort hij hier, hè? Prima. Zo, dat gaat lekker. Het soepje is in 10 minuten helemaal klaar. Goed, nu alleen nog even opdienen. Misschien had ik hem ietsje dichterbij met ten eerste. Nog een heel eind lopen. Zo. Zo. Kijk eens. Een wow. Lekkere, rijk gevulde aspergesoep. Met verse basilicum. Doe maar. Eventueel peper en zout. Eet smakelijk. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Oh, dit is spannend. Ik blijf er toch even bij. Even kijken wat hij ervan vindt. Het blijft wel warm. Heb je mij je hebt mijn soep uit een zakje voorgeschoteld? Hoe kom je daar nou bij? Wel slim dat hij er nog een beetje verse basilicum over gedaan heeft. Dat geeft nog wat cachet aan het geheel. Maar ja, de soep is goed opgewarmd. De soep is goed opgewarmd. Tijd voor het hoofdgerecht. Dit gaat wel goed, hoor. Ik kan hem niet inpakken met alleen maar kant-en-klare meuk. Dus ik moet echt zelf aan de bak. Bijna. Helemaal. Giet al op, hoor je wel. Alles is heet door die zon. Ja, dat is het concept zonnekracht. Moet ik het nog uitleggen? Of... Mag ik u presenteren uw hoofdgerecht? Kijk eens. Een lekkere pasta. Tof, thanks. Eet ze. Ja. Mooi, man. Je hebt echt die uitjes eerst gefruit. Zeker. Erin. Ja, heel langzaam. Ja, ja, te gek. Dat is echt goed gelukt. Dat heeft echt smaak. Pasta is goed. Nou, dan heeft hij mijn pannenkoeken nog niet geproefd. Dan gaan we erop en erover. Ik maak gewoon de bananenboot à la pancake. Ik vind het wel echt fantastisch dat de zon het zo heet heeft gemaakt... dat ik het bijna niet kan vastpakken met mijn blote handen.
Deze moet ik echt gelijk opdienen, want anders dan is die weg. Ah, was het lekker? Oh jongen, nu al. Ja, sorry, maar de slagroom smelt anders. Het toetje. Maar ik ben blij dat je zo lekker aan het genieten bent. Pannenkoeken volgens oud-Hollands recept. Ze zijn warm. We hebben 3 gangen gehad. Het was allemaal eetbaar, het was allemaal warm. Alles was gaar. Ik ben het meest onder de indruk van de pasta. Ja? En dat is ook wel volgens mij het enige wat je echt ook allemaal zelf gemaakt hebt. Ja, dat klopt. En dat is echt verschrikkelijk goed. En, ja. Ja, kan ik van. Koken met zonkracht. Heel goed. Deze missie kan afgevinkt worden. Check. Ik heb wel een beetje trek nu.